In steeds meer dorpen zie je initiatieven waar inwoners actief zijn in het ondersteunen van elkaar. Sini Vink en haar rode fiets zijn wereldberoemd in heel Grollo. Sini is dorpscoördinator en de spil in het project Grollo Zorgt. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen met de kleine dingen geholpen worden? En daarvan zijn 160 mensen van de 600 inwoners in Grollo. We willen best de buurvrouw even helpen om boodschappen te doen. We willen best een stukje met iemand wandelen als ze eenzaam is. Het opzetten van een eigen zorginitiatief doe je niet even op een achternamiddag. Het vraagt veel inzet. Hoe krijg je dan de vragen en het aanbod bij elkaar? Was op enig moment een dingetje. En toen zei het dorp van ja, weet je, daar moet je eigenlijk een buitenstaander voor hebben. Want op het moment dat je een probleem hebt, zijn er soms dingen die je niet aan iemand uit het dorp wil vertellen. En dat was het moment waarop het gesprek ging in de richting van een professional die verbinding kon maken. In overleg met de gemeente die daarin een stuk financiering op zich heeft genomen. Maar ook het idee dragen namens het dorp. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om te noemen dat het vooral van het dorp en voor het dorp is. Het gaat over echt willen weten wat mensen willen. En dat krijg je alleen maar als er vertrouwen is. Dus als het gaat over vitamine A, gaat het volgens mij ook altijd over vertrouwen. In Gasselt en Nijveen is dorpscoöperatie De Brug actief. Alle activiteiten worden hier georganiseerd. Alle vergaderingen, bij wijze van spreken, vinden hier plaats. Dus ideeën worden hier geboren, initiatieven beginnen hier. En daarnaast zijn er toch in ons dorp een aantal betrokken inwoners die met allerlei ideeën rondlopen. Piet Wolters weet hoe belangrijk de dorpscoöperatie is voor het dorp. Toen kwamen we op het idee om eens te onderzoeken of er geen ouderen in het dorp waren die toch wel heel graag naar de spil wilden komen voor dagbesteding. Maar dat werd een succes. Tegelijkertijd slaagden we erin om een winkel hier in het dorp, de plaatselijke supermarkt die al gesloten was, weer heropend te krijgen met steun van het dorp. En dat waren twee van die momenten waardoor alles in beweging kwam, zou ik maar zeggen. En die ons uiteindelijk toe geleid heeft om ons te onderzoeken of niet een dorpscoöperatie zouden kunnen of moeten oprichten. Een huiskamer, een dorpsloket en meer. Daar wil je als dorp ook graag andere partijen bij betrekken. Handjevol, ik noem ze zelf betrokken inwoners die de koppen bij elkaar steken. We hebben een prachtig MFC. Met een beheerster die ook geweldig motiveert. Kortom, wat dat betreft zat het ook mee. Anneke de Ridder is vrijwilligster bij de huiskamer. Sommigen denken dat ze te jong zijn of het niet nodig hebben. Dan proberen we toch dat ze een keertje een kopje koffie komen drinken of spelletje komen doen. En ja, zo eenzaamheid of een depressie tegen te gaan. En dat ze toch weer sociaal betrokken raken met andere mensen in het dorp. Kijk. Bijvoorbeeld zo'n vlindertje met aardbeien erop. En dan erin, bedankt voor. Nou, je kan zoeken wat je dan nodig hebt en dan neem je het mee. En dat stop je misschien bij je buurvrouw in de bus, die het niet leuk heeft op dat moment of zo. Nog even terug naar Piet. Een dorp met een eigen vervoersdienst? Nou ja, dat is ook best wel bijzonder en daar zijn we ook bijzonder trots op. De Spil Express, hè? Mooie naam, rijdt heen en weer naar de Spil, het multifunctioneel centrum.